Ja? Dat hebben we toch al uitgebreid doorgenomen? Dat is standaard bij mensen die een zelfmoordpoging doen. Dus het is belangrijk dat je zo snel mogelijk gaat voordat de echte er is. Ik ben er weer. Ja. Precies, doet u dat maar. Je zou open tegen me zijn? Over mijn gevoelens, dit is iets praktisch. Heeft dit te maken met Sascha? Was dit iemand die iets voor je aan het uitzoeken is? Sascha de lievelingsbloemen. Ja, ik dacht, misschien kunnen we zo even naar haar graf. Rover, die ligt in het ziekenhuis. Het schijnt dat hij zijn pols heeft doorgesneden. Logisch dat hij niet mee wilde naar de plaatsing van die stenen. Hij was natuurlijk hartstikke depressief. Thijs, nog even over de telefoontje. Doe alsjeblieft voorzichtig. Mag ik gaan? Nee, nog niet. Maar ik heb schone kleren voor je meegenomen, wat te lezen. Mam, ik wil gewoon naar huis. Hey. Wanneer mag hij naar huis? Het gaat toch goed met hem? Ja, hij mag naar huis als hij de psychiater heeft gesproken. Ja, dat is ziekenhuisprotocol. Ze moeten uitsluiten dat het een zelfmoordpoging is. Dat was het niet. Nee, dat weet ik wel. Maar als je laat gaan en stel dat het opnieuw misgaat, dan is het ziekenhuis aansprakelijk. En misschien is het juist fijn om met iemand te praten. Waar moeten we het dan over hebben? Ja, over hoe je je voelt, wat je bezighoudt. Hé, het komt goed, hè? De psychiater heeft het best met je voor. Lieverd, ik ga vast naar huis op mijn dienst zitten. Oké. Toch? Ik ben ergens ook wel blij. Misschien is het wel fijn om met iemand erover te praten. En dat ik dan hulp krijg. Dat lijkt me een heel slecht plan. Zegt die man alsjeblieft niks.